Welkom bij Playtime, een initiatief bij ons op het Maris College waarin wij films vertonen. Films waarvan wij vinden dat zijn wel echt klassiekers die je gezien moet hebben. Dus wat we gedaan hebben is een aantal docenten hebben een film uitgekozen. En we zijn eigenlijk bij jou aangekomen, meneer Hoekstra, docent geschiedenis. Jij kwam met The Godfather. Ja, nou ja, ik dacht namelijk van als je het hebt over klassiekers en je hebt het over familiefilms, dat is The Godfather wel, komt alles bij elkaar op een bepaalde manier. Dus dat is wel, ik dacht, ja, dan moet die wel vertoond worden. En wat mij verbaasde wel een beetje, was dat heel veel leerlingen eigenlijk de Godfather nog niet eens echt kenden. Dus daarvan dacht ik, nou, dan moet die er wel in komen in het filmfestival. Precies. Ja, want het thema is familie dit jaar. Dus films waarin familie een centrale rol spelen. Ja, eigenlijk een dubbele familie, hè? Want je hebt natuurlijk, het speelt zich af in New York in de jaren 50. Ja. En het is een maffiafilm, hè? Dus het gaat over de gangsters van de jaren 50 in Amerika. Ja. En dan heb je eigenlijk de familie Corleone. Dat is gewoon eigenlijk een soort van echte familie, hè, met broers en zussen onder andere. En die zijn dan weer onderdeel van de vader Don Corleone, die weer onderdeel zijn van een maffiafamilie eigenlijk. Ja. En dan heb je 5 families in New York zitten. Ja. En dat zijn eigenlijk de 5 hoofden van de maffiafamilies in feite. Ja, ja, ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van dubbele familie in feite. Ja. Ja, dus je hebt gewoon de familie met gewoon een paar maar kinderen. Ja, ja, exact. Dat klassieke, gewoon wat we allemaal wel kennen, hopelijk. Ja. En dan heb je eigenlijk het meer als organisatie. Ja, klopt. Familie. Als netwerk. Ja. Als een maffia-netwerk in feite. Ja. De Godfather. Door wie wordt die gespeeld eigenlijk? Ja, je bedoelt de acteur? Welke acteur? Ja, dat is eigenlijk de beroemde Marlon Brando. Hè. Dus misschien ken je die naam ook wel echt een beroemde acteur. Maar die is dan al wat ouder. Overigens is hij volgens mij 40 of 50 eigenlijk. Maar hij speelt als hij al in de nadagen is. Dus hij speelt al de oudere vader in feite van zijn eigen familie. Mm-hmm. En hij heeft zich eigenlijk als maffiabaas gevestigd daar in New York. Ja. En ondertussen groeien zijn zonen ook op. En dan is het eigenlijk de vraag in zijn familie, wie gaat hem eigenlijk al opvolgen? Dat vind ik eigenlijk het rare aan deze film. Is dat het zijn echt wel hele brute figuren. Mm. Je moet ze eigenlijk gewoon echt niet tegen je hebben. Nee, precies. Terwijl het gevoel in die film is juist heel erg... Je krijgt de sympathie eigenlijk. Ja, heel gezellig, toch? Ja. Heel gezellig. Kijk, enerzijds heb je dus de familiesfeer, hè, dus de huiselijke setting. Ja. En anderzijds de permanente dreiging van het moorden eigenlijk toch wel eromheen, wat verzwegen wordt in de familiesetting. Ja, en precies. Dat maakt eigenlijk het spannend op een bepaalde manier. Ja. En dat maakt het ook wel interessant om naar te kijken. Hoe speelt die dynamiek zich nou daartussen? En ook tussen die zonen. Wie volgt nou de Godfather uiteindelijk op? Ook precies. Onder andere. Ja. Nou, waarom is het dan voor mij eigenlijk nog steeds echt wel een mooie film? Ik heb denk ik de film in totaal wel 8 keer gezien of iets dergelijks. Ja. Dat komt denk ik omdat ik voor het eerst toen samen ook ging kijken met mijn eigen familie. Oh ja. Dus met mijn vader en met mijn broer. En dat was toen zo een... dat vonden wij zo'n te gekke film eigenlijk. Ja. Of zo mooi. En je herkent ook veel van de dynamiek in zo'n familie. Kijk, ik kom niet uit een maffiafamilie. Maar je herkent wel. Het is een beetje het archetype vader-zoon relatie die daar naar voren komt. Ja. De afstand, die dilemma's die daartussen zitten. Ook de jaloezie die tussen misschien wel broers kunnen spelen. Of er zijn heel veel dingen zijn herkenbaar eigenlijk. Het is een klassieke familie. Ja, want je noemt inderdaad de archetypes. Hè. Je hebt natuurlijk, zeg maar, de oudste Sonny, die is eigenlijk... De rokkenjager, maar die ook iedereen in elkaar beukt. Ja, maar dat is eigenlijk echt de toffe broer. Ja, heet hoofd ook, de toffe broer. Ja, iedereen wil bevriend zijn met hem, bij spreken. Ja. Nou, en dan heb je de kneuze, echt de middelste. Weet je, de kneus die het net allemaal niet kan. Ja, en de jongste, die is in de loot. Hè. Daar kijkt wel iedereen naar, maar... Ja, precies. Die heeft het toch wat comfortabeler misschien wel gehad. Precies. En de vader heeft ook andere wensen voor hem. Hè? Precies. Dus hij ziet eigenlijk misschien wel van die Sonny, dus de heethoofd, die moet misschien wel de Godfather opvallen. Want hij heeft wel de guts, zoals dat heet. Hè? Ja. Dus hij is niet bang. Hij is niet bang, onbevreesd. Ja. En hij kan wel eens de Godfather opvolgen. En hij, de Godfather zelf, dus Don Corleone, die denkt van die Fredo, die is eigenlijk een zwakkeling. Hij kan wel een rol krijgen in mijn familie, in mijn maffiafamilie, maar niet de hoofdfiguur. Ja, en dan wil hij uiteindelijk ook een zoon hebben die ook buiten de familie succesvol gaat worden. Mm-hmm. En misschien dan wel als een raadgever, want die wil dan dat hij dan rechten gaat studeren. Nee, dus het is heel herkenbaar. En eigenlijk ook voor mij als docent geschiedenis vind ik het ook wel interessant, want dit is eigenlijk zo'n klassieke
ja, zoals je dan zou kunnen zeggen, ook al in de Romeinse tijd zo'n senatorenfamilie bij wijze van spreken, die echt de familiebelang voorop stelt. Ja. En je staat ook in dienst van het familiebelang. Ja. En daar moet je voor strijden. En je hebt een cliëntela om je heen. Hè, dus mensen die voor jou komen werken enzovoort. Dus dat zie je dat al, dat zij die familiestructuren van dat Italië hebben overgeplaatst naar New York. Ja. Maar dat dan wel misbruiken naar eigen hand. Ja. En wat jij zegt, vind ik ook heel erg interessant, is dat uiteindelijk krijg je sympathie voor zo'n familie in feite. Terwijl het gaat wel om bruut moorden. Ja. En dat is wel een verschil. Volgens mij nog wel één ding wat ik wel interessant vind, is dat het is allemaal heel mooi aangekleed. Het is een esthetisch spektakel wel ergens. Ja. En ze hebben geld, ze hebben middelen, ze zien er goed uit. Ja. Goede auto's, goede pakken. Ja. Het is bijna de John F. Kennedy-familie eigenlijk. Ja. Ja. Maar heb jij zelf, want jij vindt het, jij vond het zelf, jij zei toen de Godfather zei, vond je het meteen ook leuk om dat te vertonen? Nou, omdat het is natuurlijk ook in heel veel opzichten weer... Ja, dat heeft dan eigenlijk ook een beetje te maken met de geschiedenis van Hollywood zelf. Omdat Hollywood zat eigenlijk in de jaren 60 min of meer in een soort crisis van... Ja, welke kant moet het op? Nou ja. He, en die eigenlijk al midden jaren 50 ingezet wordt door de komst van de televisie. En je ziet dan eigenlijk dat er Hollywood probeert dan met nieuwe... jong talent, nieuwe mensen, nieuw soort films te maken. Ja, zo, Je had dus ook bijvoorbeeld Spielberg kwam natuurlijk en George Lucas, die nieuwe generatie, hoe heet hij? Scorsese, Taxi Driver, dat soort films. Waarin een nieuwe genre, waar echt een nieuw genre geboetseerd moest worden in die tijd. En The Godfather was eigenlijk een van de eerste films waarin dat echt lukte voor, bij wijze van spreken, iedereen zou je kunnen zeggen. Ja, nee, precies. Ja. En dus, iedereen kon zich een beetje identificeren er ook mee. Precies. En dat, dus je zag bij The Godfather dat er opeens weer een soort nieuwe weg ingegaan kon worden. Waardoor je ineens... waardoor Hollywood ineens weer zijn streak te pakken had En daar is denk ik The Godfather wel een hele belangrijke film in. Ja, precies. En dat heeft dan ook weer te maken met die vorm. En ook het risico wat ze namen. Dat ze ook probeerden, we gaan ook echt de Italianen casten. Nee, zeker. En dat was in Hollywood altijd moeilijk. Want je hebt toch altijd een beetje blackfaces. Of je hebt niet echte Chinezen. Denk aan een film als Breakfast at Tiffany's. Ja, nee, precies. Denk je altijd, nou, romcom. Maar dan heb je die gast die dan ineens een Japanner speelt. Oh, ja, ja, ja. Mickey Rooney is dat. Mm-hmm. En dat wordt zonder ironie gedaan. Ja. Is gewoon echt een Japanner. Ja, ja, nee, precies, Maar het is gewoon een verklede gast. Ja. Dat je denkt, ja, dat is, nou, en eigenlijk zie je dus ook bij The Godfather dat dus Coppola echt de regie dan heeft van nee, ik wil echt de Italianen. Dus iemand als Al Pacino, daar heeft hij echt voor moeten vechten. Ja, ja. Want ze wilden eigenlijk gewoon een blonde gast. Ja. Dus bijvoorbeeld Robert Redford. Ja, ja, en dan zeiden ze, ja, maar je hebt toch ook wel blonde Italianen? Ja, zo, ja, precies. Ja. Van, ja. Dus je komt het meer authentiek willen overbrengen. Ja, en dat authentieke, dat is natuurlijk een element wat ik heel interessant vind. En vooral ook dus dat je stappen gaat zetten in bijvoorbeeld gemixed races of mixed, zonder gelijk in die woke discussie te belanden. Maar het is eigenlijk meer gewoon, we willen zien hoe het echt is. Ja, nee, zeker. Nou, sterker nog, het is eigenlijk zo dat op een gegeven moment, zoals Luca Brasi, dus een van de lijfwachten van Don Corleone, de baas, dat was ook een werkelijke maffia-hitman eigenlijk. Ja, precies. Die stond eigenlijk, want ze moesten toestemming nota bene vragen aan de maffia in New York om te mogen filmen, deze film. Precies. Ik weet niet meer precies welke familie dat was. Maar daar stond dus in de toezicht stond Luca Brasi, is niet zijn echte naam, maar stond een van die figuren stond daar op toezicht eigenlijk. Ja. Daar, of dat wel oké ging volgens de maffia-familie. Ja, precies. Volgens de echte maffia. En dan mochten bijvoorbeeld bepaalde woorden niet gebruiken, zoals spaghetti vreten, volgens mij, mag niet gebruiken of zo. Nee, en nog een paar woorden. Ja, en volgens mij ook Cosa Nostra, of maffia zelf. Echt de termen. Ja, 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 klopt. En misschien spaghetti vreten wel, want dat is op een gegeven moment wel met Corny zo'n Maar nou, dat soort woorden. Ja, voor Guinea. Ja, Guinea, En toen werd dus Luca Brasi ook gezien door Francis Ford Coppola, van hey, jij bent wel een interessant figuur. Kun jij mee gaan doen in de film? En toen is hij ook gecast in de film. En wat ook wel interessant is, is dat uiteindelijk, zoals nu er zijn heel veel mensen natuurlijk overleden inmiddels, van die maffia-families. Ook heel veel mensen doodgeschoten in het echte. De echte maffia-families heb ik dan over. Maar er is één iemand die heeft dat overleefd. Dat is Michael Francisi. Die heeft nu ook een eigen podcast onder andere. Yeah. En die vertelde dus, die zat in de Colombo crime family. Yeah. Dus de echte maffia-familie. En die zei van, toen The Godfather uitkwam,
toen gingen alle mensen die ik kende in de echte maffia, gingen zich gedragen als de Godfather. Ja, die gingen ook die jassen dragen, die gingen zich zo voordoen. Ja. In één keer was het eervol of zo. Gingen ze ook die taal aanmeten. Terwijl het waren natuurlijk allemaal een beetje, het waren gewoon schoften eigenlijk in feite. Ja. Maar met een esthetisch sausje eroverheen. Zo is het. En zo werd dat geïmiteerd eigenlijk vanuit de film in feite. Dus, dus live imitates art, art imitates live eigenlijk. Precies, ja. Nou, mooi. Ja, ja, nou, hartstikke goed. Nou, dat is denk ik wel duidelijk waarom we dus de Godfather moeten gaan zien. Nou, we gaan hem dus vertonen op school. Maar ben je er niet bij? Is het niet gelukt? Je hebt dit filmpje gezien. Je kan het altijd opzoeken op alle diverse kanalen. Zelfs gewoon op het schijfje, Blu-rays, dergelijke. Ik zou zeggen, ga hem gewoon zien. Zeker. En veel kijkplezier. Ja, veel plezier.